Hoe stel je de MQTT broker in op Homey? Installeer als eerste eventjes de app op Homey. Ga vervolgens in de Homey app naar Tabblad Meer. Dan ga je naar apps en dan zoek je de MQTT broker app op. En als je daarop klikt kom je op deze pagina terecht. En dan ga je vervolgens naar configureer app. Nu kom je op de instellingenpagina terecht van de MQTT broker. En hier moet je wat dingetjes gaan instellen. Als eerste gaan we het portnummer invullen. En op dat portnummer kan Homey worden bereikt als er een MQTT vraag wordt gesteld. Als portnummer vul je hier in 1883. Dan scrollen we een klein beetje naar beneden. En dan gaan we hier bij de gebruikersgegevens gaan we een gebruiker aanmaken. Dit mag je zelf verzinnen. Ik doe voor nu even Homey en als wachtwoord 1, 2, 3, 4. Vervolgens druk je op het plusje. Druk je op opslaan instellingen. Nu wordt bevestigd dat de instellingen zijn opgeslagen. En dan hoef je alleen nog op start broker te drukken. En als je staat broker is actief, dan ben je klaar met het instellen van de MQTT broker.